Welkom terug, trouwe kijkers en nieuwelingen die op YouTube rondstruinen en alles bekijken wat met auto's en poetsen te maken heeft. Voor mij staat een BMW 316i Touring in een donkerblauwe kleur met camelkleurig leder. Dit is een bestaande klant van mij die een aantal jaren geleden de wagen heeft laten poetsen. Dus ik ga hem nu nog een keer behandelen. Wederom het exterieur aanpakken met de nodige krassen erin. Op de motorkap zitten een aantal krassen, die moet ik inlakken. De klant heeft gelukkig nog de originele kleur in een verfkwastje zitten. Die ga ik gebruiken om de lak in te leggen, laten drogen en dan kan het de nacht over drogen, zodat ik morgen kan beginnen met het uiteindelijk uitschuren en het uitpolijsten van de motorkap. Dus ik ga nu eerst de motorkap even schoonmaken en dan ga ik er één stap licht boven polijsten om te kijken om de ergste krassen eruit te halen. Dan ga ik hem lak inleggen. Laat het even drogen met blauwe lak. Dan blanke lak eroverheen. En dan kan ik dat morgen uitschuren en oppolijsten. Ik zal even de camera oppakken om de schade te laten zien waar het met name over gaat. En dan laat je even een rondje zien van de lak. Of ik laat dat morgen zien, denk ik, met het polijsten. Ik denk dat dat handiger is. Ik laat voor nu even deze schade zien op de motorkap. En dan ga ik morgen verder met de rest om mijn ding te doen. Dus ik ga even de camera pakken. Zo gezegd, kijk, daar komt hij. Hier zitten de nodige krassen op. En als een kras wit is, dan heb je krassen waar de kleurlak en alle andere zaken verdwenen is. Dus kijk, er zit ook wat nodig aan schuurvlekken op met verkeerde middelen. Hier is er nog een klodder has die ik er ook nog af moet halen. En zo ziet eigenlijk de auto door toch wel intens gebruik er redelijk gehavend uit. En dat geldt eigenlijk zo'n beetje voor de hele auto. Dus ja, het gaat met name om even deze dingen inleggen. Ja, de 90% ervan is weg. Hier zit nog een hele lange, die ga ik inleggen met lak. En hier liggen nog een aantal krassen in die ik in ga leggen met lak. Zodat ik dat morgen kan afschuren. En uiteindelijk weer op glans polijsten.
Ik hoef niet zoveel blauwe lak te gebruiken, dus dat scheelt. Dus het is een kwestie van inleggen en dan uiteindelijk uitpolijsten. Maar goed, eerst even ontvetten. Ontvetten gebruik ik Xeon Surface Degreaser voor. En uiteraard verkrijgbaar in mijn webshop. Zo, eens even een blanke lak inleggen. Inmiddels aangekomen bij de volgende dag. Ik heb de wagen gewassen. Je ziet dat hij nat is. Ik ben daar klaar mee. En dan ga ik nu beginnen aan de motorkap waar ik gisteren blanke lak op de krassen heb gelegd. Om die te kunnen vullen en te verwijderen. Ik ga mijn spullen bij elkaar zoeken voor het wetzenden. En daarna, als ik dat gedaan heb, dan ga ik de hele wagen voor de rest droog maken. Het laatste stukje. Ik heb hem ook inmiddels lakdietreiniging gegeven. En daarna ga ik beginnen met het polijsten. Dan ontvetten en dan uiteindelijk in de wax zetten. En dan hoop ik eind van de dag klaar te zijn. Tot zover. Ik ga mijn spul bij elkaar zoeken. En ik zie je bij de volgende beelden. Thank you.
om even het verschil te laten zien met hetgeen wat ik gewetsend heb. Je ziet hier nog heel wat kleine randjes in zitten. Dat is heel minimaal en dat kan ik weggepolijsten. En je ziet dat de vlak was groter in de vorige beelden. En ik heb nu één stap gepolijst. En je ziet nu dat de schade hier weg is. Bijna weg is. En dan ik uiteindelijk uit vlak naar boven toe. En uiteindelijk de hele motorkap ga doen. Maar het gaat de goede kant op. Nog één, twee keer polijsten en dan gone with the wind. Oh nee, gone with the paint. Of gone with the clear coat. En paint. We gaan even een rondje met de lakschade te laten zien. Een hoop waskrassen. Dak. Hier zit een... Er is een beetje schadestel geweest op de auto. Dan zie je hier dat er de vlammen in de lak van te grof en te droog. Ook hier zie je het nodige erin zitten. En dat is voor de andere kant van de wagen niet anders. Motorkap. Hier het stukje waar de krassen gezeten hebben. Dat is nog polijst wat er ligt. Thank you.
Dit soort schade zit in de gehele auto. En ik ben nu iets over de helft heen. Dus ik moet deze kant nog doen. Maar even, omdat hij nu op hoogte staat, is het wat makkelijker met verlichting om de schade te laten zien. Een rondje rotary polijsten zit erop. Het is nu een uurtje of één en we even lunchen. Een hapje eten en dan gaan we door met excentrisch de hele auto nog een keer. En dan gaan we de laatste zaakjes afbouwen. Tijd voor ronde 2. Excentrisch. Ik ga de hele auto even afmaken. Ik ga het niet verder vervelen met de beelden hoe ik hem lak zat te polijsten. Het blijft toch elke keer hetzelfde kunstje. Ik ga de wagen afmaken zoals ik gezegd heb. En dan zie ik je straks terug. Zo, het polijstwerk zit erop. Nu kunnen we ontvetten en de wax erop gaan zetten. Hij glimt weer lekker. Eigenlijk moet ik zeggen, hij glanst weer lekker. Want er zit een verschil tussen glimmen en glanzen. En deze glanst. Ramen ook even schoongemaakt aan de buitenkant. Zometeen nog even aan de binnenkant. Dan kan de paint sealant van Xeon mooi even intrekken. Makkelijk aan te brengen, makkelijk uit te poetsen. Geeft een heel mooi pareleffect op de lak. Zo zie je maar, het is niet allemaal alleen maar coating. Het is ook nog gewoon lekker sealend en waxen. Zo, motorkap is natuurlijk hier gedaan. Dan gaan we even de hele auto doen. En dan zien we zo meteen terug. De BMW 316 Touring is klaar. In een hele fraaie donkerblauwe kleur. Een van mijn favoriete kleuren. Deze kleur donkerblauw. Prachtige kleur. Vooral als de lak goed glanst. Dan zie je bijna niet op het moment bepaalde hoeken die je kijkt. Lijkt het net of de wagen zwart is. En dat is een combinatie van glans en kleur. Hele fraaie kleur. Goed. Dat gezegd hebbende. Wederom weer bedankt voor je belangstelling en wellicht zie ik je de volgende keer. En uiteraard krijg je van mij nog het bekende rondje van de zaak. Ciao. Mocht je deze vlog voor de kerstdagen zien, dan zou ik zeggen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. En wellicht zie ik je volgend jaar. Tot dan. Ciao.